Heel veel mensen en één heel speciaal iemand waar we ontzettend blij zijn als bestuur, is dat we een geweldige beschermvrouw hebben. En zij is hier, ik denk dat iedereen het al heeft gezien. En wie beter dan Erika Terpstra kan dit doen? Lieve dames en heren, u zult geen probleem hebben met mijn stem. Ik ben gewend om hele zwembaden over te schreeuwen. Dus dit moet lukken. Ik blijf nog even liggen en dan denk ik, wat ga ik vandaag doen? Dus ik werd vanmorgen wakker. Ik bleef nog even liggen en zei toen, yes! En dan zult u zeggen, dat zegt ze altijd, dat is ook zo. Maar ik had vandaag wel heel veel tijd van leven. Als je door andere mensen een steuntje in de rug krijgt om te proberen iets van je eigen leven te maken, het beste uit jezelf te halen. En dat je dan veel meer kan dan je eigenlijk wel denkt dat je kan. En dat doen jullie. En dat doen jullie al 10 jaar en dat doe je in Ladakh en dat doe je met een sneeuwbaleffect. Dat is wel aardig voor de Himalaya. Met een sneeuwbaleffect. Naar heel veel andere vrouwen ook. Dat is fantastisch. En daarom dat we de geschiedenis van wat jullie 10 jaar lang hebben gedaan. Ik sta hier ook met ontbloot hoofd, omdat ik mijn spreekwoordelijke pet afzet voor al die vrijwilligers. Die heel veel tijd, heel veel inzet en vooral heel veel betrokkenheid hebben met wat er gebeurt op de wereld en zeker in Ladakh. Ik ben nog nooit in Ladakh geweest. Oh. Wordt het geweest. Oh. En dat ging hier weer af te sluiten. Want het is zo leuk als je samen iets doet. En daarom zou ik zeggen, concentreer je even op vandaag. De nonnen van het dak en dan zeggen we met elkaar, yes. Nee, zo werkt dat toch een keer. En dan zeggen we met elkaar, yes. Snelste en het meest comfortabele retourtje Ladakh wat ik ooit gehad heb. Ik ben inderdaad al vanaf 1995 naar Ladakh geweest. En gaandeweg de rit ontdekte ik dat ik daar als meisje alleen niet veel kon uitrichten. Dus toen ik daar weer terugging en met Palmo uitgebreid had gesproken, toen dacht ik op een gegeven moment, we moeten gewoon een stichting in het leven roepen die de nonnen gaat helpen om dat in de toekomst was, dat nonnen in koeienstallen woonden en aan de weg werkten voor een bakje rijst per dag. Maar het doel wat ik me 10 jaar geleden gesteld had, dat het in 2013 zover zou zijn, dat was een beetje te ver gegrepen. Eerste jaar in 2008 dat de guesthouse open was. Josephine als eerste vrijwilliger vertrok. Elle kwam en later Anneke kwam. Dat was echt heel... Wat ik zelf nooit zal vergeten is toen het een keer heel druk was, een aantal jaar geleden al, was een groep vrouwen. Ze wilden thee hebben, ze wilden warm water om te wassen en ze wilden eten. Dus ik had zoiets van, waar? Dekjen zag mij kijken en die zei, Aniek, don't worry. Dat kinderen door grootouders of bij familieleden worden grootgebracht. Dus het is voor hun heel vanzelfsprekend dat ze dan ook... Ik denk dat wij allemaal heel alert zijn op het betuttelende karakter wat zo gauw ontstaat als je dit soort projecten doet. Dus we zijn allemaal, als we er komen als vrijwilligers, alert op hoe kunnen we zo samenwerken dat de krachten die je zelf hebben, dat we die mede ondersteunen. Kunnen het helemaal runnen, dat gaat perfect. Ze kunnen heel goed de gast ontvangen, koken, eten, verzorgen, praatje maken. Wat lastig blijft tot nu toe is het een planning, een schema, reserveringen. Dat heeft niks met kennis en kunde te maken. Het zit gewoon niet in het Ladakhi systeem. Dat kinderen uit hele arme gezinnen zijn die een kans krijgen om in het nonnenklooster te wonen. Die educatieve projecten, dat zie ik nog wel 10 jaar ondersteund worden. Dat is natuurlijk de toekomst. Dat worden straks de leraren aan de hogere opleidingen voor nonnen in Ladakh. Nou, maar dat duurt nog zeker 3 tot 5 jaar. Dus ik schat dat het nog wel 10 jaar duurt, maar dan kunnen we op onze bouwen. Want we zeiden al, en dat was ook in de film te zien, dat de nonnen nu ook poetsja's gaan houden. En een poetsja, dat is een gebedsdienst die op allerlei belangrijke momenten in het leven gehouden kan worden. Als er een geboorte is, als er een dood is, als er een ziekte is. En vroeger werden alleen de monniken daarvoor gevraagd en die kregen daar geld voor. En nu wordt het dus ook door de nonnen gedaan. Maar wat ook mogelijk is, als mensen in Nederland voor een geliefde, voor een ziek iemand, voor iemand die overleden is, een poetsja wil laten houden door de nonnen in Ladakh,
En kan dat ook via... Want het was heel duidelijk, beide, zowel de toekomst van Iniesta als Palmo, de regering met het hostel. Ze hebben nou die poetjes. Ze zeggen ja, ineens vragen de dorpelingen ons. Want in dat mannenklooster daarboven zit maar één man. En ik vind het juist zo heel mooi. Je doet het wel met ontzettend veel respect voor de nonnen. En de nonnen zelf kunnen ontzettend veel. Maar zonder dat doetje, zonder dat je heel groot was, je denkt. En ik ben heel blij dat jij dit enthousiaste verhaal hebt willen vertellen. En ik denk ook wel dat het over is gekomen wat je kan doen als je ja, daar komt en je, je bent geroerd geraakt. Is onze stem de beste manier om werkelijk helemaal bij onszelf te komen? Met onszelf bedoel ik natuurlijk met een hoofdletter. Hè? En vandaar, ja, op dat pad zit ik nu. En vandaag mag ik jullie dus een klein eindje op weg houden.